Petrus, niet voor engeltjes. Steve Koolpaard, gefeliciteerd met de overwinning. Het lijkt erop dat jullie die tweede plaats echt niet uit handen willen geven, hè? Nee, zeker en vast. Ik denk als je daar bovenaan kan meedraaien in het klassement, dan je uiterste best om elke match te winnen. En ook op Gent hebben we proberen te voetballen en proberen te winnen, gaan we zeggen. Dus we verstoppen ons niet en we proberen er bovenaan mee te draaien. Je zegt proberen te voetballen, maar het was echt wel moeilijk. De ruimtes waren heel klein, vond ik toch. Ja, ik denk dat Gent heel scherp begonnen is. We hebben ons proberen direct onder druk te zetten van in het begin. Maar zijn we goed onderuit gekomen. Ik denk de match beginnen te controleren. En zijn we een beetje beter beginnen voetballen. En oké, buiten de kans van de Smet, denk ik. Is dat de enigste kans van Gent. En we hebben de tweede helft proberen goed terug mee te voetballen. En we scoren op een vrije trap voor Ivan. Fantastisch voor Ivan dat hij scoort. Hij werkt heel hard de laatste weken, dus hij verdient dat ook. Ook fantastisch voor de supporters die telkens de uitwedstrijden meemaken, want ze mogen al voor de vijfde keer op rij zegen vieren op verplaatsing. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het helemaal anders is dan vorig jaar. Vorig jaar hebben we bijna geen enkel match op buitenshuis gewonnen. En nu winnen we elke wedstrijd, dus dat is fantastisch voor de supporters ook. Is play-off 1 nu echt een doel geworden? Ik zeg, we nemen match per match en daarboven dan meedraaien moeten we zo lang mogelijk proberen aan te houden. Het is heel moeilijk voor een jonge groep. We hebben geen kern van 30 spelers, dus we moeten goed geconcentreerd blijven met waar we bezig zijn. Maar ik denk dat we match per match moeten nemen en goed kijken waar we staan met nieuwjaar. En na nieuwjaar kunnen we misschien een ambitie uitspreken. Inderdaad. Je dochtertje zal alvast heel tevreden zijn over de prestatie van de papa. Ja, ik hoop het. Hè. Dus, ik heb een beetje voor haar gespeeld ook. Dus, en de 3 punten mee naar huis, dus, is perfect. Dat is een heel mooi gebaar. Dank u wel, Steve.